Maar wij willen als core karakter eigenlijk met zoveel mogelijk mensen en liefst zoveel mogelijk mensen uit de gemeente Boekel de Carmina Burana zingen op het Agathaplein. Ja, naar aanleiding van Boekel 700 wilden we eigenlijk als core karakter iets moois neerzetten. Iets waar eigenlijk iedereen mee zou kunnen doen. En waar we eigenlijk ook graag zouden willen, vooral alle koren meedoen. Maar ook gewoon mensen die zeggen van nou, ik vind het kei leuk om eens te zingen. In een koor, dat komt er heel vaak niet van. En het is gewoon heel leuk om eens met een orkest mee te zingen op een prachtige zomeravond. Oh, wat zou het toch geweldig zijn als je hier met 700 zangers dit middeleeuwse muziekstuk, wat gaat over nieuwe kansen, nieuwe liefde, ontwikkeling van nieuwe zaken, dat je die daar zou kunnen zingen. En Carmina, de muziek, hebben jullie die samen uitgekozen of hoe kom je op Carmina? Het is een stuk wat speciaal voor een koor geschreven is, wat inhoudt dat het eigenlijk gemakkelijk is om te zingen. Dingen komen steeds weer terug en koorstukken die niet echt voor koor geschreven zijn, die zijn vaak moeilijk om te zingen. We proberen allemaal wel, maar dan is het toch moeilijk om al die verschillende stemmen mooi bij elkaar te krijgen, zodat het ook mooi klinkt. En ja, dat zingt gewoon heel gemakkelijk. Iedereen kan meedoen. Nou, we hebben al een stukje van Carmina Burana mogen meemaken in de repetitie. Bent u niet bang dat er heel zwaar tegenaan gekeken wordt, tegen deze muziek? Nee, want het is muziek die eigenlijk heel populair is. Ik bedoel, in de top 10 van de meest verkochte cd's, klassiek, staat de Carmina bijna bovenaan. Het is een stuk waar je ontzettend lekker in meegenomen wordt. Hè. Het heeft natuurlijk een ongelooflijk leuke orkestpartij. We hebben natuurlijk een symfonieorkest wat komt te begeleiden. Het Zuid-Nederlands symfonieorkest. En dat is natuurlijk een orkest waar heel veel ook nog eens meer gebeurt dan met de piano alleen. Hè. Dus je hebt allerlei instrumenten, je hebt prachtige solo's. Het wisselt af, het is opzwepend. Er zitten hele moderne ritmes in, want het is eigenlijk een best modern stuk. En we hebben er met beelden ook nog allemaal beelden uit het archief van de Heemkundekring. Maken we het ook nog heel aantrekkelijk. Dus het is echt een enorme totaalbeleving. Ja, want Carmina Burana is eigenlijk door Karel Orff gecomponeerd, maar dat is niet alleen de muziek, maar ook meer met licht en beelden. Kun je daar iets over vertellen? Ja, het was zijn idee eigenlijk om het als staande koorwerk te doen met versterking van lichtgevende en bewegende beelden. Natuurlijk in de jaren 30 was dat al vrij nieuw nog, hè, met beelden erbij. Dus dat idee is eigenlijk al authentiek uit de jaren 30, 36. 90. Bassen, ik wacht. Goed zo, dat is het tempo voor mensen die de hele dag de tijd hebben. Nou, voor mannen die er tegenaan gaan. 1, 2, 3, 4. En 700 mensen, ja, het zijn er heel veel natuurlijk, maar jullie hebben wel hulp ingeroepen, hè? Ja, het is natuurlijk, we wisten van tevoren dat je nooit uit zo'n gemeenschap 700 zangers kan recruteren. Maar we hebben gewoon gezegd, en dat was ook de afspraak met de gemeente, dat mensen uit de gemeente Boekel, die mogen gratis meedoen. Dus voor die hoeven niets te betalen. Mensen van buiten de gemeente betalen gewoon deelnameskosten voor die dag. Naar aanleiding dat het meer vorm begon te krijgen, hebben we natuurlijk in het hele land gekeken van waar optredens zijn. Want Carmina Burana komt regelmatig overal voor, hè, in theaters en dergelijke. Maar de laatste tijd, in verband met de recessie, iedereen moet toch een beetje op de centjes letten, zijn er al verschillende afgebroken vanwege het geld. En ja, nou prijzen we ons gelukkig dat wij het toch door kunnen laten gaan. Want een heleboel mensen, een maand geleden was nog zoiets in Eindhoven, Veldhoven. En dat ging ook al niet door. Dus dan zijn er een aantal mensen die zeggen, oh, wij willen er graag zingen, mogen wij bij jullie meedoen? Dus, en er zijn zelfs mensen die vanuit Duitsland komen. Er zijn mensen die gewoon het hele land af reizen om dit mee te mogen zingen. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Ja, er komt ook een orkest aan te pas. Ja, dat is het Zuid-Nederlands Begeleidingsorkest. Dat is een symfonieorkest wat de Carmina, ja, vraagt toch echt wel om een symfonieorkest, vooral om violen en strijkers. En dat maakt het natuurlijk wel heel bijzonder, want die kunnen toch op een bepaalde manier heel zacht en heel doorzichtig spelen. En dat heb je in het contrast van dit stuk erg nodig.
Ja, we hebben natuurlijk een klein ietsje ervaring met Ernst Daniël Smitten. Daar hebben we toen opgetreden. En dat is eigenlijk wel heel erg mooi, want we worden goed begeleid. En dat is eigenlijk heel mooi om daar een keer mee te zingen. Dus ja, ik vind dat iedereen in Boekel die wil zingen ooit de mee moet maken. En met een orkest, vind ik, worden gewoon helemaal gedragen. Het geluid is nou prachtig, dus ik denk dat het heel erg mooi zal zijn. Driedubbele blaasbezetting, dus alle blazen zijn driedubbel bezet. Er zitten ook twee piano's in het orkest. En die piano's zijn ter beschikking gesteld door Buters natuurlijk. Want ja, dat is in Boekel dan ook weer. E&M die heeft het meeste van slagwerk ter beschikking gesteld. Staat ook ja hier, daar moeten we zijn. En het is ook een grote slagwerkgroep, hè. 6 man zitten er een slagwerk in. Dus er gebeurt wat dat betreft al enorm veel. En het is een... Dat is een hele happening. En dat is natuurlijk ook aantrekkelijk voor veel mensen om mee te zingen. Want ja, wanneer heb je de kans om met zo'n groot orkest te zingen? Waar kunnen mensen aansluiten? Op woensdagavond kan je bij Koor Karakter zelf binnenlopen. En als je je vertelt dat je een boekelaar bent, en meestal worden ze wel op een uur afstand herkend, dan kan je gewoon aanschuiven en lekker meezingen. Of je kan je aanmelden op de website van Koor Karakter. Wat je ook kan doen is... Op 24 augustus hebben we de hele dag repetitie en op 31ste de hele dag repetitie. Ook daar kan je je dan aanmelden en aanschuiven. Dus iedereen is van harte welkom en ik hoop zodat eigenlijk de ene helft van Boekel aan de ene kant staat om te zingen die er graag wil en de andere kant te luisteren om eens te kijken wat familie en vrienden en die allemaal als koor teweeg brengen. Dat zou wel heel mooi zijn in verband met Boekel 700. Want het is toch een bijzonder jaar. Er wordt van alles georganiseerd. En wij zijn dankbaar dat we dit mogen doen.